Het glas in onze ramen en deuren wordt vervaardigd uit vlootglas. De glasverwerker stelt deze vlakke glasbladen samen tot dubbele of drievoudige beglazing. Dubbele beglazing is vandaag courant gebruikt en biedt al een degelijke isolatiewaarde. Standaard dubbele beglazing geldt vandaag als hoogrendementsglas. Wanneer de ruimte tussen de glasbladen wordt gevuld met een gas, verbetert de thermische isolatie en spreken we van superisolerend glas. Wie beter wil isoleren, bijvoorbeeld voor een passief huis, kan opteren voor de drievoudige beglazing. Deze glasvariant biedt U-waardes tot 0,6. Met behulp van folies kunnen de raamfabrikanten nog andere functies aan het glas meegeven. Zo kunnen ze bijkomend thermisch isoleren, het zonlicht blokkeren, akoestisch isoleren, het glas blinderen of een kleurtje geven, maar ook de veiligheid verhogen. Voor de akoestische isolatie wordt naast folies ook gebruik gemaakt van aangepaste diktes van de glasbladen. Wanneer ieder glasblad een andere dikte heeft, remt het ook andere geluidsfrequenties. Wanneer akoestiek belangrijk is, verdient de plaatsing ook aandacht. De veiligheid kun je verbeteren door te kiezen voor veiligheidsglas. Dit is een verzamelnaam voor gelaagd glas en gehard glas. Bij gelaagd glas zit er taaie folie tussen de glasbladen. Wanneer het glas stuk geslagen wordt, blijven de scherven netjes bij elkaar. Inbrekers worden zo ontmoedigd en kwetsuren bij een valpartij blijven beperkt. Gehard glas wordt na de productie heel snel afgekoeld. Het glas wordt hierdoor sterker, harder. Gevolg is bovendien dat het glas bij breuk in heel veel kleine stukjes uit elkaar valt. Denk aan een autoruit.